Bravo, 3, 2 euro. 2 heb ik, iemand meer dan 2? Dit is Mike Molle, voorzitter van de postzegelvereniging Wiegen en eens per maand ook veilingmeester. De tweede zondag van de maand, van 10 tot 1, hebben we bijeenkomsten. En dan worden 's morgens postzegels binnengebracht en die worden verkocht. Deze bijvoorbeeld komen uit Nederlands-Indië. En daar gaat het ook om de stempeltjes die erop staan. Mensen sparen dus de plaatsnamen uit Nederlands-Indië. Ja, en zo heb je van alles wat. Van postzegels uit Wiegen tot postzegels uit Indonesië. Het wordt allemaal geveild. Toch komen er ieder jaar steeds minder filatelisten op de beurs af. Voor de corona was het iets meer, maar na de corona, ja, we hebben toch een aantal leden die zijn we kwijtgeraakt. Mensen die ook nog bang zijn vanwege corona. Als je hier om je heen kijkt, dan zie je toch met name toch wat grijze oude mannetjes en hier en daar een oud vrouwtje. Maar helaas kunnen we jonge mensen niet dwingen om een hobby op te nemen. We zouden het wel ontzettend leuk vinden. We zien het vaak met ouders die dan hun kinderen meenemen. En dan gaat dat 2-3 maanden goed. En dan, ja, die kinderen die hebben dan toch andere hobby's. Liefst Netflixen of chillen of met de telefoon. Maar wij vinden het wel leuk als er jonge mensen komen natuurlijk. En daar is deze oudste vrouw op de postzegelbeurs het helemaal mee eens. Zou u het bijvoorbeeld jongeren aanraden om postzegels te verzamelen? Natuurlijk. Als ze het maar deden. Wat verzamelt u dan? Hoofdzakelijk Nederland, maar ook Europa zegels en persoonlijke zegels. Nee, niet. Oh, Indonesië vooral. Indonesië. En waarom bent u daar ooit mee begonnen? Nou, ik was in Indonesië. Ik was op Papua. En dan zag ik, kregen we veel post. En toen zag ik dat er zo verschrikkelijk veel verschillende zegels waren. En toen dacht ik, het is best leuk om ze op te sparen. Zeker, we kunnen helaas mensen niet dwingen om te komen. Maar kom een keer en het is echt een leuke hobby.